De Surinaamse politiebond SPB is niet te spreken over een aantal zaken dat zich heeft afgespeeld binnen de politieorganisatie. Het bestuur heeft zich ook heel erg gestoord aan uitspraken van de autoriteiten de afgelopen periode. Bondsvoorzitter Raoul Hellings geeft aan dat het bestuur met veel verontwaardiging kennis heeft genomen van de uitlatingen in DNA van onder meer president Santokki over de recente lichting van de politie. Het moet erop neerkomen dat 70% van de lichting niet geselecteerd is of niet voldaan heeft aan de gestelde criteria die noodzakelijk zijn voor de indienstreding bij het Korps Politie Suriname. Dat was voor ons het moment om te zeggen, we moeten het stilzwijgen doorbreken en we moeten als Surinaamse politiebond ervoor gaan zorgen dat zaken niet een eigen leven gaan leiden. Dat komt er in concreto op neer dat er tijdens de werkgever, de regering, niet eenzijdig zaken zullen worden doorgedrukt, maar dat in ieder geval bij het nemen van beslissingen en het treffen van maatregelen teruggekoppeld zal worden met de Surinaamse politiebond voordat die beslissingen zijn genomen. Hellings zegt verder dat het bestuur geen politiek wenst te spelen met de belangen van zijn leden. SPB-secretaris Milando Atopay geeft aan dat sinds deze regering aan de macht is, het erop lijkt dat de politiebond niet wordt gezien, nog geteld. Men ziet geen bond, men doet wat men hebben wil en wij moeten alles maar accepteren. We hebben dat duidelijk gemaakt in brieven naar de president. En we hebben gezien dat met het bevoegd gezag de president en de minister van Justitie en Politie en men is toen beter beloofd en duidelijk aangegeven dat we als twee volwaardige partners door zullen gaan. Nadien hebben we tot drie maal brieven gestuurd naar de minister. En tot op heden hebben we geen antwoord gekregen, terwijl alles doorgaat. Dat hebben we ook medegedeeld aan de ALD. En de ALD heeft duidelijk aangegeven dat dat niet kan. Er is een motie aangenomen en dat is gestuurd naar de minister en we hebben wel gezeten. Wat in die motie staat, ga de voorstel wel met u, ga de voorstel behandelen of doorgeven. Maar het is meer dan duidelijk dat men ons niet erkent en dat kan wij niet pikken. Natuurlijk willen we niet vechten om het vechten, maar als men wil vechten is het nou ja. Dat kan de ALD bepalen wat ons houding zal zijn. Milando Atopay, secretaris van de Suriname Politiebond. Het bondbestuur heeft vanmorgen tijdens een persconferentie zijn misnoegen geuit over de wijze waarop de regering omgaat met het politieapparaat. Politieambtenaren worden beklad en hun naam wordt door de sleek gehaald. De bond zal dit alles nogmaals aan de ALV voorleggen en zal er een besluit worden genomen over hoe verder.